Ik heb altijd geleerd dat blindproeven een van de grootste lessen is in nederigheid. We zijn in het NH Collection Barbizon Hotel in Amsterdam. We zijn in de fantastische Sint-Oloskapel. Vandaag gaan we voor de 34ste keer de Grand Prix Saint-Hubert houden. Het gaat om 10 rode wijnen. Dat is altijd de opzet die we hebben gehanteerd. Er zijn vandaag 20 teams die mee gaan doen. Blindproeven is toch waar het om gaat voor een wijnliefhebber. En er zijn niet veel wedstrijden. Ik heb een van de grootste wijnkaarten van Europa. Het is meer dan 5000 verschillende titels. En die heb ik niet allemaal geproefd en daar ben ik ook echt heel eerlijk in. Je moet natuurlijk sowieso wel goed kunnen proeven. Je moet een goede theoretische achtergrond hebben. Maar je moet ook wel heel veel geluk hebben. Van de andere kant is het natuurlijk wel dat je kunt bogen op een hele hoop theoretische kennis. En ik denk dat theoretische kennis een van de belangrijkste dingen is om wijnen te determineren en ook blind te proeven. De twee beste teams die vandaag hier gaan scoren, die mogen op Wijn Professional in de Rij in Amsterdam op maandag 13 januari tegen elkaar gaan strijden. En het team dat dan wint, krijgt dan deze beker mee voor een jaar lang. We dachten dat onze lijst zoek was geraakt toen wij onze namen niet hoorden. Maar toch kennelijk gewonnen vandaag, of in ieder geval de hoogste punten. Ja, enorme verrassing, enorme verrassing. Naarmate het verder ging, dachten we op een gegeven moment van ze zijn ons vast vergeten ergens in het lijstje. Ik heb veel zin aan de finale straks in januari. Ik denk wel dat wij nog wat extra proefgroepjes gaan doen de komende tijd. Blindproeven is voor iedereen, ook voor mij. En ik proef ongelooflijk veel, maar dat is gewoon heel moeilijk. Ik denk dat wij er allemaal heel ontspannen in staan, dat dat al een groot voordeel is. We maken lol, zitten niet te serieus erin. Ik heb altijd geleerd dat blindproeven een van de grootste lessen is in nederigheid. Want je kunt er vaak naast zitten en als je op een gegeven moment op een bepaald pad zit, dan is het ook moeilijk om daarvan af te wijken. Ik vond het heel moeilijk. Moeilijk in de zin van veel onbekende druiven. En het feit dat je echt volledig blind moet proeven. We geven elkaar eerst de tijd om echt de wijn zelf te beoordelen. Daarna gaan we bespreken dat we echt op hetzelfde uitkomen. En dan gaan we een beetje sparren met elkaar van dat is het wel, dat is het niet. En dan kan je eigenlijk heel snel de piramide kleiner maken. Ik zit met de twee jongens die bij mij in een vaste proefgroep zitten. Wij komen zo 6 keer per jaar komen wij bij elkaar. We proeven volgens thema, we proeven vaak blind, bijna altijd. We zijn 3 uit dezelfde proefclub. En we doen ook mee aan de NK en een beetje wedstrijden doen we altijd wel aan mee. Echt leuk, mooi en gevarieerd. Eén week meer van dit, de andere week meer van dat. En op het moment dat je dat een beetje ook van elkaar accepteert, op een gegeven moment ook zegt van oké, als jij dat denkt, dan hou het zo. Dat blijkt goed te werken. In ieder geval vandaag heeft het goed gewerkt.